Goedenavond, dames en heren. Namens de Haven TV heet ik u allen van harte welkom bij deze uitzending. In deze uitzending zal zitten een programmaatje over de personenalarmering die sinds juli hier in ons dorp van toepassing is. Hoe dat allemaal verloopt en in zijn werk gaat, dat willen we even bespreken met Willemien Kamphuis, die hier bij ons zit. Willemien, welkom in ons programma. Willemien, personenalarmering. Wat moeten de kijkers op de haven en in de Ree zich daarbij voorstellen? Nou, het is een apparaat wat ik al voor me heb staan. Dus ik denk dat het gewoon het makkelijkste is om dat eerst even te laten zien. Dan kan ik daarna iets uitleggen van hoe het in zijn werk gaat als mensen het willen aanvragen. Deze kast is het. Die komt dan aan de muur te hangen bij de mensen. Er zit netjes een apparaatje bij. Twee gaatjes worden erin geboord. En dan kan het zo aan de muur bevestigd worden. Wat de mensen dan dragen is dit apparaatje. Het is heel klein, ongeveer net zo groot als een lucifersdoosje. En dat dragen mensen dan bij zich. En op dit apparaatje kunnen ze dan drukken als ze dus in een noodsituatie verkeren. Dus stel je voor, iemand zit in een rolstoel en nou, kan er wel eens uitvallen en dan niet zelf meer overeind komen. Drukt je op de knop, dan gaat het lampje branden en dan wordt er dus contact gemaakt. Oh ja, dus het is een soort, voor de mensen een soort veilig gevoel als ze dat apparaatje dragen. Mocht er wat gebeuren, dan zijn ze dus nooit alleen. Willemien, als dus zo'n meneer of mevrouw, dus als er wat mee gebeurt, wat treedt er dan in werking? Men drukt op het knopje, wat gebeurt er? Zo gauw men op een knop drukt, dan hoort men een akelig geluid. Dat is dan, duurt ongeveer 40 seconden. En na die 40 seconden, dan zoekt het apparaat automatisch contact met een centrale meldkamer in Amersfoort. Dus dat gaat allemaal vanzelf. Dus mensen drukken op een knopje en vanzelf wordt dat contact gelegd. Dan hoor je na een bepaalde tijd hoor je een stem die vraagt van wat is er aan de hand, mevrouw Koelewijn, zou ik maar zeggen. Zo heten veel mensen hier, hè? Dus dat is makkelijk. Nou, dan zegt die man of die vrouw van de centrale meldkamer, die vraagt dus of iemand gevallen is of wat er aan de hand is. Dan kan u dus zelf antwoorden van, nou, ik ben gevallen, ik kan niet meer overeind komen. Of als u niks meer kunt zeggen, hè, stel je voor dat u bewusteloos geraakt bent, dan gaan ze automatisch, nemen ze contact op met de eerste meldadres waar ze dan, wat het contactadres van de mensen is dan, zeg maar. Ja, ja, en bijvoorbeeld iemand die op de Ree woont, waar wordt dan contact mee opgenomen? Dan gaat het eerst naar de haven. Dus het verzorgingshuis staat daarbij bovenaan. Omdat het dus aanleunwoningen zijn, is het vrij logisch eigenlijk dat dan de haven als eerste gemeld wordt. Dat er een alarm is. En voor de mensen die in de haven zitten en zo'n systeem willen hebben, geldt hetzelfde, neem ik aan. Ik denk dat die mensen het beste eerst met Van Norrel contact op kunnen nemen. Want of zij ook een apparaat kunnen aanschaffen is nog niet helemaal duidelijk. Maar het is misschien wel goed dat Van Norrel weet van dat er mensen in de haven zijn die belangstelling voor zijn apparaat hebben. Voor de mensen die buiten op de Ree wonen, die dus in het dorp wonen, die kunnen natuurlijk ook zo'n apparaat aanschaffen. En dan is niet dat adres, maar gewoon een van de kinderen die ze dus bovenaan zetten, die wordt dan automatisch gebeld. Dat gaat allemaal vanzelf. Dan hoeven de mensen dus niet zelf meer iets te doen. Ja, dat lijkt me zeer duidelijk. Nou, Willemien, het lijkt mij op het eerste gezicht een heel nuttig apparaat. Kun jij ons vertellen hoeveel van deze apparaten zijn er in ons dorp reeds geplaatst? Op het moment zijn dat er 8. En daarvan zijn er 2 in de huizen op de Ree geplaatst en de rest dus in het dorp. Ik neem aan dat dit niet kosteloos is. Kun je ons vertellen wat voor kosten eraan verbonden zijn? Ja, het wordt behoorlijk zwaar gesubsidieerd, kan ik wel zeggen. De mensen betalen dan nog 15 gulden per maand. En in die 15 gulden per maand zitten dus ook de aansluitkosten naar de centrale meldkamer in Amersfoort. Dus dat zit erbij in. Maar het kost dus 15 gulden per maand. Nou, ik zou zeggen van 15 gulden per maand een veilig gevoel lijkt me niet te veel. We zijn hier dus, dames en heren, bij mevrouw Bietje de Graaf. Die woont op de Ree 125. En zoals u net heeft gezien, is Bietje een van de 8 personen die tot nog toe een alarmeringssysteem, personenalarmeringssysteem, in bezit heeft. U ziet het wel, Bietje zit in een rolstoel, dus die komt daarvoor een aanmerking. Ook voor een aanmerking komen de mensen die dus
last van hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld, of mensen van epilepsie en dergelijke. Kortom, mensen die wel eens kunnen vallen of dergelijke. Bietje, welkom bij ons in de uitzending van het haventeam. Bietje, mag ik je vragen, hoe lang heb je dat ding al? Nou, ik denk van 2 maanden. En het bevalt me goed, want ik ben altijd bang dat vallen zal. Dus ik vind het onveilig als ik het niet om heb. Ja, begrijp ik. Ja. En hoe ben je ertoe gekomen om dat aan te vragen, dat alarmeringssysteem? Daar waren mijn kinderen erg voor. En ik had dat ook van mijn nichtje gehoord, van die mevrouw Koelewijn. Dat was de eerste toe. En, dus, en die jongen had dat ook al gezegd tegen onze Klaas. Want je moeder dat ze dat ook niet neemt. En ja, dat is nou een poosje gegaan, maar toen ben ik het achterover gegaan. En ik wil het niet graag meer missen. Dus u neemt dat apparaatje, misschien kunt u de kijkers eens laten zien wat u op borst hangt. Ja, hier heb ik het hangen. Nu is het voor de dames die een kraklap naar om en makkelijker, want die kunnen hem tussen de baan doen. Maar ik houd het op mijn borst staan. Dat is op mijn zee. Het is een soort sieraad als het ware. Ja, zo'n mooi brasje weer. Ja, maar in ieder geval dus, u slaat ook met dat ding en u gaat ermee naar het toilet. Kortom, u heeft hem altijd bij. Ja, ik heb auto's, maar ik heb zo'n steun aan de muur. En daar hang ik hem s'nachts aan. Zodat ik zo met mijn hang altijd zo bij kan. Want ik ben hem een keer kwijt geweest. Kwijt. En toen lag hij onder me. En dat kan natuurlijk niet, hoor. En noem van die tijd aan hangen hem dan heel dicht bij me. Maar dat ik er zo op drukken kan, als dat is. Dus dat gaat allemaal heel prima. Dus ik heb er meer vragen over, hè, maar ik ben het meeste nou bang voor vallen. Want als ik dan vallen zou, zou ik er niet meer op kunnen natuurlijk. En dan kan ik dat 's morgens eerst nog alleen doen. Maar anders moet ik overal hulp bij hebben. Dus ik hoop maar, ik lig nu op de ree. En ik hoop dat ik spoedig het water was dat ik in de haven kan. Juist, mevrouw de Graaf. En heeft u al wel eens een keer per ongeluk alarm gemaakt? Ja, dat heb ik 1 keer gehad. Toen zat ik te slapen aan de tafel, ben ik al slaap geraakt. En toen denk ik, wat is dat voor gehoor, waar? En maar mijn ene keek al naar de dingen, toen zag ik het lampje branden. En toen heb ik er gauw op gedrukt. Oh nee, toen sprak hier mijn heer en die zei achter wat was. En toen zei ik, nee, want het is per ongeluk geweest en toen was het goed. Maar nu ben ik er veel banger voor geworden, want toen kijk ik speciaal naar dat het niet hier van mijn borstzak natuurlijk. Ja, ja, dat zou hinderlijk zijn voor de mensen op de meldkamer. Maar wij willen voor de kijkers natuurlijk het eens gaan proberen hoe het werkt. Mevrouw de Graaf, we hebben gehoord eerder in de uitzending dat dus als u op dat knopje drukt, dan gaat er een seintje, een pieptoon. En dan gaat er een berichtje naar Amersfoort en dan komt er een stem door het apparaat. Dit kastje dat daar aan de muur hangt. Hè? We gaan het eens proberen. Als u nu eens met uw vinger op het knopje drukt, en dan eens kijken wat er gaat gebeuren. U hoort nu een pieptoon. Er is nu, wordt nu verbinding gezocht met in Amersfoort. En als het goed is, moeten we direct een stem horen. Goedenavond, mevrouw de Graaf, met de meldkamer. Ja, goedenavond. U spreekt hier met het filmteam van de haven. Hoort u ons? Over. Ja, hier met de meldkamer. Ik hoor u luid en duidelijk. Over. Mogen wij u hartelijk danken voor dit kleine gesprekje. Wij komen binnenkort even naar u toe om eens te kijken hoe het bij u in de meldkamer toe gaat. Over. Ja, dan bent u van harte. Kunnen wij een en ander voor u toelichten. Uitstekend en bedankt en goede wacht. Zo, dames en heren, u heeft gehoord, het duurde wel wat lang voordat het gesprek tot stand kwam, maar er kwam contact, dus we hebben nu op het dingetje gedrukt. Er werd eerst een zoomtoon, toen ging je telefoneren, uiteindelijk kwam het contact tot stand,
Dus dan vraagt die man, vraagt dus aan u wat er aan de hand is. En dan treedt het volgende in werking. En wat het volgende is, dat zullen wij u laten zien als wij een bezoekje brengen aan de meldkamer in Amersfoort. En dan gaan we wat verder op de details in. U ziet het, wij zijn op dit moment in het regionale meldkamer in Amersfoort. In deze meldkamer komen dus de telefoontjes binnen, of de alarmering die dus plaatsvindt via de knopje wat mevrouw de Graaf had op de borst. Allereerst willen we vragen aan meneer Hoekstra die hier bij ons zit, wat hier allemaal aan telefoontjes en gebeuren binnenkomt. Meneer Hoekstra, welkom bij de uitzending van de HVTV. Kunt u ons in het kort vertellen wat hier allemaal gaande is? Er staat hier geweldig veel apparatuur en dergelijke. Nou, wat hier allemaal gaande is, is dat alle alarmmeldingen uit de regio Eemland hier binnenkomen, zowel voor brandweer als ambulance. En natuurlijk als extra de bejaardenalarmering. Dat is een beetje wat hier gebeurt. Dus als iemand het 06-nummer draait, dan komt dat hier binnen? 06 die verbindt door met desbetreffende mensen die hun vragen. En dat kan of ambulance of brandweer, kan dat zijn. Of politie. Of, maar dan komt hij niet binnen. Ja, dus wat het ons betreft, wij van de HVTV zijn natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in het personenalarmsysteem wat dus enkele inwoners van op de Ree hebben en in Bunschoten. Kunt u ons uitleggen hoe dat nou precies in zijn werking gaat? We hebben gisteravond gezien dat mevrouw de Graaf dus op het knopje drukte. We hoorden dat er een zoomtoon overging en toen hoorden we een telefoon gaan en toen hoorden we een stem. Wat gaat er allemaal aan vooraf? Het volgende. Als mevrouw de Graaf op het knopje drukt thuis, dan komt op het scherm komt haar gegevens komen te staan. Wij kijken dus wie er op het knopje heeft gedrukt. Wij proberen contact te zoeken met die mevrouw door middel hiervan een microfoontje. Wij kunnen dus praten met de abonnee. We vragen wat er aan de hand is. Krijgen wij geen antwoord, nemen we daar actie op. Dat wil zeggen door of een contactadres te sturen of eventueel een ambulance. Dat ligt aan de gegevens die op het scherm staan. Of wij hebben een gesprek en er is per ongeluk op het knopje gedrukt. Of er is verder niets aan de hand met die mevrouw. Of ze heeft een vraag en dat beantwoorden wij. Juist, dat lijkt ons duidelijk. Nu, gisteravond waren wij bij die mevrouw de Graaf. Toen hoorden wij in eerste instantie hoorden we dus een langdurig zoemgeluid. Ja. En toen, dat vonden wij vrij lang. Is dat normaal? En waar is dat voor? Dat is om ons te activeren eigenlijk. Om te zeggen, hallo, er komt een alarm aan. En dan kan het zijn dat wij net met een telefoontje bezig zijn. Dat moeten we dan neerleggen en dan actie gaan ondernemen. Dus als ik het goed begrijp, u krijgt het binnen, dit komt op het scherm. Mevrouw de Graaf die is dus nu gevallen, dat kunnen we dus zeggen. Dan wordt er gewaarschuwd naar een bepaald adres. In dit geval gaat het rechtstreeks naar de haven of gaat het naar een van de kinderen? Dat zijn de contactadressen die mevrouw zelf opgegeven heeft. Dat kan dus de haven zijn, dat kan een van de kinderen zijn. En de mensen die dus buiten de haven wonen en dit apparaat zouden willen aanschaffen, daar heeft u dus diverse adressen van kinderen? Precies, contactadressen dus, die ze zelf opgeven. En als er niemand te bereiken is? Dan nemen wij andere actie, dat wil zeggen of we sturen een ambulance of de politie even langs om te kijken wat er aan de hand is. Wij hebben begrepen dat er in Spakenburg, dat daar nog maar 8 van deze apparaten geplaatst zijn. Of zijn er wat meer geworden ondertussen? Ik zou het niet weten, maar ik dacht 8 ongeveer. In de regio zelf, hoe ligt de verhouding daar? Wij hebben op het ogenblik 200 abonnees ongeveer. In de hele regio dus. En u heeft al echt mensen adequaat kunnen helpen? Wij hebben een paar mensen met een infarct bijvoorbeeld eruit gepikt, ja. Die ook vervoerd zijn naar het ziekenhuis en waar dus op tijd hulp is geboden door dit systeem. Thank you.
Nu heeft mevrouw de Graaf op haar knopje gedrukt. En we gaan nu eens even kijken wat er hier dan gebeurt in deze controlekamer. Het ging eerst wel aan, maar nu is het uit. Nee, dat is prima. Dat hoort zo. We weten in ieder geval dat hij het goed doet, mevrouw de Graaf. Ik zou zeggen, prettige dag verder en tot hoors. Dus kijkers, u heeft nu gezien hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Mevrouw de Graaf drukte dus op dat knopje wat u heeft gezien in onze uitzending. Het signaal kwam hier dus binnen. U ziet hier zit dag en nacht iemand achter de balie. Het gegevens van mevrouw de Graaf kwam op dit scherm. En mocht er dus in het echt wat zijn, dan worden dus de familieleden of dus de mensen in de haven gewaarschuwd. En in het uiterste geval een dokter of een ambulance. Wij van het videoteam van de haven denken, nadat we dit alles hebben gezien en gehoord, dat dit een bijzondere goede aanvulling is voor het veiligheidsgevoel van de mensen die zich niet erg veilig meer voelen vanwege hun bloeddruk. Eventueel evenwichtstoornis, epilepsie enzovoort in de rolstoel. Mijn naam is Peter, achter de camera stond Jan. Bedankt voor uw belangstelling en tot ziens. Goedenavond, dames en heren, hier in de Emmanuelkerk en u, kijkers thuis. Hartelijk welkom bij de kerstuitvoering van Sursum Corda en Excelsior. U zult kunnen luisteren naar bekende, maar ook minder bekende liederen. En met een minder bekend lied heeft u al kennis kunnen maken. Want dat was Transiamus. Daar begon Sursum Corda deze avond mee. Ik wil u trouwens nog even attenderen op het feit dat Sursum Corda optreedt in nieuwe kostuums. De dames die niet in klederdracht zijn, die hebben prachtige nieuwe kostuums aan, zoals u kunt zien. Wij vinden het zelf ook prachtig. En wij hopen dat u een fijne avond zult hebben. Ik wil u ook nog even vertellen dat dirigent van Excelsior de heer Anton Stomphorst is. Ik doe het fout, het is Jos Pommer. En van Sursum Corda is de heer Anton Stomphorst. De organist is Hein de Graaf. En ik wens u een heel fijne avond met elkaar.
Door veel componisten is de blijde boodschap bezongen. Op teksten vanuit het Oude Testament. De componist Michael Praetorius maakte van een eenvoudig kerklied deze wondermooie zetting. Er is naar het woord der vromen, dat Israël vernam, een reisje voortgekomen uit Davids dorre stam. Priester Jozef Moor schreef in een paar uur het lied van de heilige kerstnacht. Zijn vriend, de dorpsonderwijzer Frans Gruber, schreef er muziek bij en samen zongen ze dit lied in de nachtmis op 24 december 1818. En zo begon een der mooiste en ik denk ook een der bekendste kerstliederen zijn reis over de wereld tot in het kleinste gehucht. Stille nacht, heilige nacht. Thank you.
En dan is het nu tijd om heerlijk met elkaar te gaan zingen. U thuis en wij allemaal met elkaar in de kerk. U kent het allemaal. In Bethlehemstal lag Christus de Heer. Comfort ye leerde in hoofdstuk 40 al over de troost over het volk van God, want haar lijden was voorbij. Uit de Messiah van Händel speelt Excelsior deze prachtige melodie.